Net als vorig jaar is Heerenveen uit weer een zeer belangrijk duel in de jacht op de titel. Vorig seizoen was het de laatste wedstrijd voor Ajax Twente en makkelijk was het zeker niet. Vajrune maakte 1-0, Soleimani direct erachteraan 1-1. En de winnende treffer kwam na rust van de voet van Christian Eriksen. En historisch gezien is het sowieso voor Ajax niet makkelijk in Friesland. 19 keer werd het duel gespeeld, 6 keer won Heerenveen, 9 keer won Ajax en dus 4 keer stond er een gelijkspel na afloop op de scoreborden. De grootste zege van Ajax ooit dateert uit het seizoen 1995-96 toen het 4-0 werd in het Abel Enstra stadion. Davids vertrekt. Daar zag Davids de opening en de boer begreep wat Davids wilde en dan is dit het onvermijdelijke gevolg. Het is zo goed wat Davids hier doet. Die ziet daar de ruimte, die grijpt zijn vrijheid. Ronald de Boer begreep het. Lamy is nog even een spelbreker voor Davids. Maar eindgoed voor de linkshalf van Ajax al goed. Maar Overmars is door. En nu legt hij de bal panklaar voor Kanu. Althans, dat was de bedoeling. Maar Straal is de ongelukkige die in eigen doel afrondt. Blind. Het is een enorm lange aanval en een prachtig doelpunt van de beste man van dit veld, Jari Liedmanen. Een streling voor het oog, deze aanval van Ajax. Eerst was er al de knal van Kluivert geweest op de paal na de goede voorzet van Santos. Nu geeft Blind aan en is dit de beloning voor Liedmanen. Prachtige doelpunt. Zo ging hij erin. Zo. Finidi, Kluivert, 4. Zo superieur is Ajax, dat het zo makkelijk omgaat met weinig speelruimte. Het sloopt Heerenveen hier werkelijk in de tweede helft. Een van de meest spectaculaire duels ooit was in 2008, toen Ajax met 4-2 won op bezoek bij Heerenveen en eigenlijk speelde tegen maar één man, Miralem Soleimani. 3 keer raakte hij de paal, 1 keer scoorde hij, maar het waren hoofdrollen voor Huntelaar en Suárez. Pires. De bal volledig verkeerd geraakt en dan is daar Huntelaar, maar Van Dijk redt Suárez en daar is de 0-1. Door de blunder van Schwek scoort Suárez. Kenneth Perez scoort. Het is volstrekt tegen de verhouding in 0-2. Berends, prachtig, goede beweging. En nu een goede voorzet van Roy Berends. Die komt er niet, omdat er ook goed wordt verdedigd. Soleimani, nou nu dan. Controle is er niet. Soleimani, ja nu dan. He. Direct heeft Gert-Jan Verbeek ook gewisseld. Paulo Henrique is in de ploeg gekomen. En Huntelaar komt en Huntelaar scoort. Terwijl Heerenveen nog even staat te bekomen van de wissel van Verbeek, scoort Klaas-Jan Huntelaar. Grindheim is naar de kant gegaan. Paulo Henrique in zijn plaats, direct naar de treffer van Soleimani. Maar vanaf de aftrap scoort Ajax. Lindgren wint in de lucht van Sibon. Lange bal van Davids. Alle ruimte is er nu voor Ajax voorin om het echt te beslissen. Suárez met de bal terug. En daar is de 1-4 van Klaas-Jan Huntelaar. Ajax wint zo met wel heel ruime cijfers van Heerenveen. Soleimani. Pranjic, wordt het nog even 4-2? Ja, daar is de 2-4 van Daniel Pranjic. Maar veel meer dan statistische waarde heeft het doelpunt niet.